Hoe is het om weer het goudhaantje te zijn? Ja, het is altijd lekker als je een ploeg die goals nodig heeft en echt een overwinning nodig heeft om die te kunnen helpen. En, uiteindelijk, in heel de wedstrijd was het eigenlijk al lastig met het veld en het veld was heel dramatisch. Wind die vooral over het veld heen waaide en dat soort dingen. Dus het was echt heel lastig voetballen en ik werd constant gedekt door twee man. Uiteindelijk had ik een momentje en kon ik hem erin schuiven. Je bent natuurlijk met een reden gehaald. Voel jij dat jij de redder kan zijn van AFC? Nou, ik ben gehaald natuurlijk voor mijn goals. Maar ik heb natuurlijk van tevoren gezegd van weet je, ik probeer niet alleen het belang te zijn met doelpunt, maar ook met misschien een beetje strijd of een beetje ervaring. Dat is wel beuk hè vandaag. Ja, zeker man. Maar ja, dat is, ik hou er wel een beetje van. Alleen de redder, uiteindelijk moeten we met z'n allen doen. Weet je. Dus ik kan wel heel veel goals maken, maar als we achterin dan tegenlaten, dan maak je die goals eigenlijk voor niks. Dus ik heb van tevoren ook gezegd van we moeten echt met z'n allen doen. En ik hoop dat ik wel een positieve vibe erin kan brengen. Je bent alleen topscorer nu bij AFC. Je bent verdorie, in de winterstop gekomen. Ben je ook trots op, hè, denk ik? Ja, weet je, uiteindelijk ben ik toch wel gehaald voor mijn goals. Dus ik blijf er wel nuchter onder. En ik ben blij dat ik het een beetje tot nu toe een beetje waar kan maken. Drie punten tegen een directe concurrent. Hoe enorm belangrijk is dit voor AFC? Ja, nee, deze is echt zo belangrijk, jongen. Dit is niet normaal. Uiteindelijk, weet je, of je komt er vier punten achter of je gaat er twee punten boven. Dus dat is met nog 10 wedstrijden te spelen. En weet je, toen ik in de winterstop kwam, kwam ik bij een ploeg terecht die geen vertrouwen had. Die niet het gevoel had van winnen. Die kenden ze niet echt, omdat ze verloren vaak. En ik ben blij dat we sinds na de winterstop, misschien tegen Sparta was echt dom. Maar, en tegen Linde ook in de laatste minuut. Maar daarvoor, al die wedstrijden, hebben we allemaal punten gepakt. Dus ik ben blij dat het zo gaat nu momenteel. Dus AFC erin houden en dan in de zomer even kijken wat voor moois er weer op tafel komt voor Riley Ignacio. Nou ja, weet je, ik ben al in verdere onderhandelingen met AFC en ik voel me hier lekker. Met Riley Ignacio komt het altijd wel goed. Oh, dus misschien zien we hier na de zomer weer gewoon. Ja, dat is een hele grote kans, man. Maar we moeten nog even hoe of wat kijken, maar ik denk wel dat het goed gaat komen. Ik denk wel dat ze blij met je zijn. Ja, ik hoop het, man. Ik hoop het. Maar uiteindelijk zijn nog 10 wedstrijden. Dus als ik volgende week in de laatste minuut een grote kans mis, dan ben ik weer de pineu. Dus je bent zo goed als je laatste wedstrijd.